Maar dat er impulsen worden doorgebracht en we hebben gekeken naar hoe ziet die impulsen in elkaar. We hebben gekeken naar van wie naar wie wordt een impuls doorgegeven. Maar nu wil ik wat verder inzoomen op het neuron. Hetgeen wat die impuls van A naar B brengt. Nou, deze tekening die ken je. Dit is mijn neuron. Je ziet hier een compleet eerste en een deel van een tweede. Het signaal komt altijd aan in de dendrieten. De dendrieten zijn zeg maar de uitsteeksels, de uitlopers die signalen opvangen. Die naar het cellichaam toe transporteren. En vanaf het cellichaam tot de synaps heet het de axon. Dus in dit geval, dat hoeft niet zo te zijn, in dit geval korte dendrieten en een lange axon. Maar het kan ook andersom zijn. Je ziet hier blokjes omheen getekend. Dat zijn andere cellen. Dat zijn vetcellen. En die vetcellen die zijn er omheen gewikkeld. En die laten ruimtes over. Insnoeringen. Tussen die cellen van de zwan, want zo heten die vetcellen, zitten dus insnoeringen. Het signaal komt hier aan, wordt die doorgegeven en wordt doorgegeven naar de volgende cel. Hoe gebeurt dat nou precies? Hoe gebeurt dat nou? Ik heb dit stukje vergroot. Dus dit is het uitsteeksel hier van deze cel. En dit gedeelte hier is het dendriet van de volgende cel. Dan noemen we dit, het alleruiteinde van het axon, noemen we het presynaptische membraan. Dus dit en dit is het postsynaptische membraan. Goed, wat gebeurt er hier? Je ziet hier, mijn impuls hier in blauw komt hier aan. Van allerlei bolletjes zie je hier in dat voetje zitten. Haal ze uit elkaar. Er zijn hier twee mitochondriën getekend en ik heb hier een aantal bolletjes waarvan er hier één versmolten is met het presynaptisch membraan. En dan staat NT. Waar staat NT voor? Ja, neurotransmitter. Dat staat voor neurotransmitter. Wat is een neurotransmitter? Nou, in het boek heet het een transmitterstof. To transmit, ja, overbrengen. Het is een neurotransmitter. Het is een overbrengstof voor neuronen. Neurotransmitter. Ja? Volgens mij kunnen jullie die term wel handelen. Een neurotransmitter. Het kan bijvoorbeeld dopamine zijn, adrenaline of acetylcholine. Nou, wat doen die? Die zitten hier in blaasjes, komen hier en als dat impuls hier aankomt, dan versmelt dat blaasje waarin die neurotransmitter zit met het presynaptisch membraan. En dat neurotransmitter komt hier in de synaptische spleet terecht. Ziek woord, synaptische spleet. Dan gebeurt er iets raars, want hier in dat postsynaptische membraan zitten eiwitten. Die drie vierkante blokjes moeten eiwitten voorstellen. En die eiwitten die hebben een soort slot-sleutelprincipe. Dat neurotransmitter past precies op het eiwit. En als die daar oppast, en een verbinding aangaat, dan zorgt die daarvoor dat het impuls doorgaat. Dat is wel bijzonder. Dus dit gebeurt allemaal met stofjes. De impuls komt aan, de neurotransmitter wordt hier in die synaptische spleet losgelaten. De neurotransmitter die gaat hierop zitten, op dat eiwit, op een receptor, kan je het noemen. En als die binding is aangegaan, dan wordt de impuls verder gestuurd. En dan wordt hij dus in deze neuron wordt hij verder verstuurd. Dat is hartstikke mooi. Maar, dat is alleen in deze geval. Waarvan ik ze genoemd heb. Dat is alleen als die exciterend zijn, die neurotransmitter. Die neurotransmitter kan ook inhiberend zijn. Nou, om dat verschil even weer uit te pluizen, heb ik weer opnieuw dat grafiekje van die impuls van min 70 millivolt. Maar wat gebeurt er nou met een exciterende transmitterstof, of een exciterende neurotransmitter? Je ziet hier, als die exciterend wordt, dan komt die dichter bij 0 te liggen. Dus de cel wordt minder negatief. Die depolariseert. Ja? Hij is polair, hij wordt minder polair, dus hij depolariseert. Dus hij gaat dichter naar die min 50, die drempelwaarde. Als die daar is, dan is het weer bam, bam, bam. Alles op niets wet. Exciterend. To excite. Prikkelen. Stimuleren. Dus deze stimuleren. Het andere, het is een inhiberend signaal. Gebeurt precies hetzelfde. Vindt ook een koppeling plaats. Maar dan wordt die cel meer negatief. Dus dan zou deze meer negatief worden. Dan komt hij dus verder van de drempelwaarde te liggen. En dan wordt hij moeilijk te prikkelen. Begrijp je dat verschil? Als die moeilijk te prikkelen wordt, dan houdt de impuls die eigenlijk op. Dan gaat die
verder. Waarom dat zo zou kunnen zijn? Ja, heel veel informatie wordt al verwerkt voordat het bij de hersenen komt. Ja, hier komen we nog later op terug. Maar dat je dat verschil, exciterend en inhiberend, dat je dat in de gaten houdt. Inhiberend wordt die meer polair. Hij gaat zakt onder die min 70. Hij wordt hyperpolair, hyperpolariserend in plaats van depolariserend. Oké? Okay? Dus dit is het hele plaatje. Met neurotransmitter wordt dat overgebracht. Vraag waar je over na moet denken. Als dit receptoren zijn in de postsynaptische membraan en dat zijn eiwitten. Als het goed is weet je hoe die eiwitten daar gekomen zijn. En waar de code ligt voor deze receptor. Denk daar maar eens over na. Tot de volgende keer.